een groep van 8 hadden we dus 2 renners zijn eruit weggevallen. Wilfried Peters en Steve Bauer. Toch wel verrassend die Steve Bauer. Die tot meer in staat werd geacht. Maar hij is eronder gegaan in dat gevecht tegen de wind. En u ziet, en u, dat groepje zit nu echt in de regen ook. En daar het peloton. En daar wordt niet echt doorgereden voorlopig. Adrie van der Poel is naar voren gekomen in dat peloton. En die gaat proberen toch wat tempo te maken. De snelheid wat op te drijven in die achtervolging. En dat is nodig. 1 minuut is zeker niet onoverbrugbaar. Maar er moet dan wel gereden worden. Ploegmaat daar van Huigen en Museeuw, die uiteraard niet zal meewerken in die achtervolging. Hij zit daar om het tempo te breken. Als Van der Poel van de kop afkomt, dan zal die ploegmaat van Museeuw en Huigen meteen ook afremmen. Tempo breken, dat is het tactisch ploegenspel in zo'n finale. Ze werken daar nog altijd goed samen vooraan. Met z'n zes dus. Het peloton dat nu toch een stuk sneller is gaan rijden onder aanvoering van Adrie van der Poel. Lang gerekt. Van der Poel dus vorig jaar winnaar van Créteil-Chaville. En nu is het dus opnieuw Parijs-Tour geworden. Dus de jonge Kurt van Kijsbulk daar, die zeer goed werkt al, daar straks hebben we dat ook gemerkt. Hij kent al zijn opdracht. Hier hebben we Christophe Lavin en die is aan het praten. Misschien vraagt u zich af, heeft hij dat meer, dat hij in zichzelf zit te praten? Nee, dat doet hij niet. Hij heeft een zendertje meegekregen. Van Canal Plus dus. En van op de fiets geeft hij af en toe zo wat commentaar. Hij beklaagt zich over de kou. En ja, het begint pijn te doen, zegt hij. De afstand begint zich ook te laten gevoelen. De benen draaien niet meer rond zoals we dat zelf zouden willen. We hadden daar ook heel even in beeld Mark Mertens uit de ploeg van Willy Tijdelink. Hier dus die Christophe Lavin, commentator op de fiets. Peter Roes zit ook mee vooraan, Greg LeMond. En hier de zes vluchters weer.